In januari 2013 gaat het gebeuren. Dan gaan de broertjes Gert-Jan en Nico Groendijk naar de Special Olympics. Maar voor het zover is, moet er nog wel getraind worden. We zijn 2 weken geleden begonnen met de training, een skill training. En dat is een hele goede oefening voor het short track gebeuren straks, wat ze doen als de Olympische Spelen. En we hebben hier een klein baantje. En die kleine baan die lijkt dus wel wat op een short track baan. En dan kunnen ze heerlijk oefenen op de bochten. Normaal schaatsen de broertjes. Short track is dus een hele andere koek. Het is heel anders dan op de lange baan. Wat is er zo anders? Nou, je moet veel meer kracht geven en veel sneller door die bochten als op gewone baan. Want die baan is veel kleiner en je moet zorgen dat je vooraan komt. En als je achteraan komt, ja, dan ben je de kat verkocht, zeg maar. Nou, dat is die bochten. De bochten van short track is heel anders dan als gewoon schaatsen, zeg maar. Wat is er zo anders? Nou, dan moet je vaak overstappen. Dat is een short track baan. Dan ga je voor dieper langs de bochtje. Van de blokjes moet je heel diep langs rijden. En dan heb je met de 400 meter bijna niet zo last van. Eerder was er ook al succes. Vorig jaar wonnen Nico en Gert-Jan al goud en brons bij het skileren. Ook in Zuid-Korea hebben ze kansen. Ik zie ze wel met een medaille thuiskomen, ja. Oh, dat gaat wel lukken. Want we zijn aardig op weg met de bochtentechniek al. Dus dat gaat aardig wel lukken. De kans is dus groot dat Groningen er volgend jaar 2 Olympische winnaars bij heeft. Voor de Special Olympics heeft Nico nog een duidelijke boodschap. En ik zou graag heel graag, ja, niet op mijn persoonlijkheid, maar ik zou wel heel graag willen dat er een beetje een aandacht aan besteed wordt voor onze spelen. Want die spelen die worden namelijk nooit uitgezonden.